We hebben veel vogels op Schiphol, omdat het een heel aantrekkelijk gebied is om overheen te vliegen voornamelijk. Omdat er rondom Schiphol heel veel aantrekkelijke gebieden zijn om te nestelen, om te eten. En daarbij kruisen ze helaas onze luchthaven. Ik vermeld eigenlijk hier de vogel en de richting waar die heen gevlogen is. En dan komen ze ook bij ons in de registratie voor de vogeltellingen. Vanuit de auto heb ik meerdere methoden beschikbaar om vogels te verjagen. Onder andere de geluiden die we kunnen gebruiken van soortgenoten, een soort van angstkreten of van juist andere vogels. Hier schrikken ze aanzienlijk van af. En dit is soms al voldoende om ze ver weg genoeg te krijgen van het vliegverkeer wat ons landingsterrein nadert. Nou, buiten onze methodes om die we vanuit de auto gebruiken, hebben we ook bijvoorbeeld een gaskanon tot onze beschikking. Het gaskanon zetten we neer op plekken waar we niet direct aanwezig kunnen zijn en waar we wel eigenlijk continu vogels willen verjagen. Want zelfs als ik thuis in de tuin zit, dan komen de vliegtuigen over en tel ik alsnog de groepen vogels die overgaan. Dus het zit echt in mijn bloed. En ik ben echt, ja, echt volop besmet geraakt met het vliegvirus, wat gewoon ontzettend mijn interesse wekt.